Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Het zou wel eens de laatste video dit jaar kunnen zijn. En daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u alvast allemaal een fijne en een gezonde en het liefst ook in vrede feestdagen toe te wensen. Die vrede is er niet voor iedereen. En ik maak dat helaas dagelijks mee in de combinatie met Oekraïense gasten. Ik zou dit dus ook niet voor eenvoudig willen nemen. Kerst is een periode van vrede en van vreugde. Nou, die vreugde is wat minder op dit moment. Neemt niet weg dat er bij mij wel enige vreugde is. En dat heeft alles te maken met mijn videokanaal. Vorig jaar om deze tijd had mijn videokanaal ergens rond de 30 abonnees, 30 volgers. Als ik daar vandaag naar kijk, dan zitten we boven de 350 volgers. En dat terwijl ik er eigenlijk geen reclame voor maak. Ik maak geen reclame. Waarom doe ik dat niet? Omdat ik dat eigenlijk helemaal niet fijn vind. Als ik naar een video zit te kijken en iemand begint te zeuren over druk op de bel. En doe dit en doe dat. Dan heb ik het eigenlijk al gehad met die video. Want ik vind dat helemaal niet zo fijn als dat gebeurt. En dat is de reden waarom ik besloten heb om dat soort dingen absoluut niet te doen. Ik maak dus geen reclame voor mijn videokanaal. Uitzondering is van iemand die een visitekaartje van me krijgt. Dan staat daar een QR-code op naar mijn videokanaal. Ik heb er ook voor gekozen om dat videokanaal in het Nederlands te doen. En dat zorgt er automatisch voor dat het aantal bezoekers beperkt is. Zou ik dit waarschijnlijk in de Verenigde Staten doen, zou ik misschien wel 10.000 volgers hebben. Maar ik zit daar niet op te wachten. Waarom zou ik die volgers, leef ik daar langer door? Krijg ik daar meer door betaald? Nee, denk het niet. En dus boeit het me ook niet of dat zo is. Wat voor mij belangrijk is, is dat u allemaal er iets aan heeft als u naar mijn video's kijkt. En ik hoor gelukkig heel veel positieve reacties. Niet zo heel vaak negatieve reacties. Ook helaas soms wel eens een keer. Ja, ik ben niet iemand die videobewerking doet. Maar ik ben er enorm trots op dat ik die 350 volgers heb. En dat u de moeite neemt om naar mijn video's te kijken. De video van vandaag gaat zijn in het kader van de serie Lightburn in Depth. Ik heb in de vorige video laten zien hoe je de camera kunt gebruiken in Lightburn. Daarbij had ik pennen en die pennen die heb ik getraceerd, zodat je zeg maar een trace van gemaakt, zodat je de afbeelding van die pen kreeg. En met die pen ga ik een mal maken. Dat had ik ook al aangekondigd dat ik dat ging doen. En die mal die heb ik vandaag gemaakt in Lightburn. Ik heb dat gedaan off-camera, want dat is behoorlijk ingewikkeld. En je moet echt je hoofd erbij houden. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb mijn hoofd erbij gehouden. En ik ga u in Lightburn laten zien hoe die mal eruit ziet. En wat de kenmerken van die mal zijn. En wat daarbij, waarom het zo lastig is, heeft te maken met het feit dat ik alles in één file wil. Dus ik wil zeg maar die mal maken. Dus het uitsnijden van de vormen die straks gelezen gaan worden. Want dat zijn niet alleen pennen. Dat zijn ook houten sleutelhangers. Maar ook metalen met kleur voorzien sleutelhangers van aluminium. En die moeten allemaal in die mal worden opgenomen. Het lastige daarvan is dat die onderwerpen allemaal verschillende hoogtes hebben. En dat ze dus niet in één keer gelezen kunnen worden. Bovendien komen er 4 pennen op die mal te zitten en 6 houten sleutelhangers. En het is niet altijd zo dat ik 4 pennen moet laseren. Dat betekent dat elk onderdeeltje van die mal uit en aangezet moet kunnen worden in Lightburn. En dat kan in Lightburn. Dat is even goed nadenken en dat is even zorgvuldig werken. Maar het kan en dat ga ik u laten zien in deze video Lightburn in Depth. Ik wens u daarbij alvast heel veel plezier. Hele fijne feestdagen. Als ik u niet meer zie, ook alvast een heel gezond 2023 toegewenst. Ik weet niet of ik er nog aan toe kom om nog video's voor die tijd te maken voor u. Zo niet, geen zorg. Volgend jaar ben ik weer bij u terug. Misschien hebt u wel zoiets van, hey, gelukkig, hij komt even een poosje niet. Dat kan. Ook geen probleem. Tot volgend jaar. Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Dag. Zo, hier zijn we dan in Lightburn. En hier zie je dan dus de mal die ik heb gemaakt. Je moet daarbij een paar zaken in gedachten nemen. Het eerste is dat hier niet alleen de mal voor je staat waarin we straks op dat evenement pennen
sleutelhangers van metaal en sleutelhangers van hout gaan laseren. Maar ook, zeg maar, de teksten en de settings al voorbereid. En vandaar zie je aan de rechterkant dus zo enorm veel kleuren voorbij komen. Het is namelijk de bedoeling dat als ik daarmee aan het werk ga, en ik heb bijvoorbeeld maar één pen te laseren, dat is zoals die hierboven staat, het is in het geel, jammer, dat is toevallig in het geel geworden. Maar dan zie je dat de laag 0,2 is, en dat is de laag die we hier zien, dat is deze laag hier. Ja. En je kunt dus lagen aan- en uitzetten. Dus stel je hebt alleen één pen te laseren, dan zet je alle lagen uit. En als je goed kijkt kun je dat ook al zien, want je ziet daar bij output, zie je daar het groene vinkje is aan, het donkerrode vinkje is uit. Je ziet dat er een paar zaken aanstaan. Dat komt omdat ik de mal nog moet maken. Dus als ik de mal ga maken, hebben die teksten hebben helemaal geen zin. Wel deze hier, dus die zien we ook als we naar beneden gaan. Dat is namelijk laag 29. Die staat wel aan. Dus dan wordt, zeg maar, de houten plaat gelezen met de mal van de pen, zonder deze tekst hier. Wel met dit tekstje, want die vertelt dat de tekst die hier straks in staat, dat de laag nummer 02 is. En dit is laag nummer 03. En dat is dan deze tekst. 4, 5. Dan krijgen we de metalen sleutelhangers. Die zijn weliswaar afgerond aan de hoeken, maar het belangrijkste is dat die precies past in het rechthoekje. Dat rechthoekje overigens, dat is de laag nummertje 1 als het goed is, ja. Die ga ik niet uitsnijden, maar die ga ik met een fil doen, maar wel met een behoorlijke kracht, zeg maar, zodat er als het ware een laagje uit dat rechthoekje gelezen wordt en er dus als het ware een soort van inkeping ontstaat waarin dat metalen plaatje gelegd kan worden. Terwijl de zwarte, dus de pennen, en hier de ronde sleutelhangers echt uitgelezen gaan worden. Maar al die tekstlagen, behalve degene die erboven staan, die nummertjes vormen, 06, 07, 08, enzovoort, enzovoort. Maar al die andere lagen staan simpelweg uit. Ik heb ook een de toolpads, zeg maar. De grote, de rode toolpad, dat is, zeg maar, de rechthoek, dat is dus de platenhout, zeg maar. En dan krijg je de blauwe, de T2, toolpad 2. Dat is eigenlijk de plek waar bij de pennen iets gelezen wordt. En dat vind ik wel handig, ook omdat ik dan een beetje de zaak op dezelfde hoogte op die pen heb staan. Ik zie dat het nog niet helemaal goed is. He, zoals deze hier, die moet ietsjes naar rechts. En dat doen we even. Prima. En daarmee is die dan beter weggezet, zeg maar. Dat doe je met het blote oog. En het is ook niet op de millimeter. Dat hoeft ook niet op de millimeter. Dat is niet het belangrijkste. Maar op deze manier kan je dus vier pennen tegelijk laseren. Oftewel zes houten sleutelhangers of zes metalen sleutelhangers. Je zult zeggen, man, oh, maar kan je dan niet vier pennen tegelijk met vier houten sleutelhangers en vier metalen sleutelhangers laseren? Nee, dat kan dus niet. En waarom kan dat niet? De hoogte van de verschillende materialen is verschillend. En dat betekent dat je, als je pennen gaat laseren, je automatisch de andere zes niet gebruikt en je die hier dus uitzet bij output. Ja. En de pennen die je lasert, zij het deze twee, ik noem maar wat, ja, dan ga je die twee aanzetten en die ga je dan laseren met een tekst die je hier wijzigt, hier waar nu hier Jonathan staat. Dat is de werkwijze. Dus heel belangrijk, één soort materiaal tegelijk, alle andere zaken uitzetten en steeds opnieuw de hoogte instellen naar aanleiding van het materiaal wat je gebruikt. Je zult je afvragen, ja, waarom heb je dan die zwarte lijn? Want als dat eenmaal uitgelezen is, als eenmaal die vorm van die pen uit het hout is en die vorm van die houtjes hier, en van die houten keychains, sleutelhangers uit het hout gesneden is, dan kan je dat ook wegdoen. Ik wil eigenlijk bestand goed houden, zodat je dat later nog eens een keer voor iets anders kan gebruiken. Maar wat je doet is simpelweg dit. Je gaat het hout, ik ga het hout vastzetten op mijn werkbed. Leg daar een metalen plaat onder. Ik ga vervolgens de lage 0,0, dat is de zwarte laag. Dus dat is het uitlezen van de rondjes en de pennen doen.
En de inkeping maken voor de metalen sleutelhangers. En die tekstjes die erop gelezen moeten worden, die met die nummertjes, die gaan erop worden gelezen. Daarna ga ik die drie lagen dus uitzetten. Ik laat ze er wel in staan, maar ik ga ze uitzetten. Dan staan in feite alle lagen uit. En dan worden dus alleen, als we daar op dat evenement zijn, de lagen aangezet die benodigd zijn. En op deze manier maak je dus gebruik van die enorme hoeveelheid lagen die er is. En kan je daar hele mooie dingen mee doen. Nou, in mijn geval dus, ik ga deze laseren. Ik ga die plaat vastschroeven op mijn werkbed. Daaronder doe ik wel even een metalen plaat leggen, zodat ik het werkbed niet naar de knoppen help als ik zeg maar uit ga snijden. Dan ga ik met natuurlijk de materialen uitsnijden. Dat zijn de pennen en de zes houten keychains. En de inkeping maken van de grote blauwe vlakken die je hier ziet. En dan ga je zien hoe dat eruit ziet. En dan heb je gezien hoe je in Lightburn heel mooi gebruik kunt maken van de functionaliteit van het aan- en uitzetten van de output van een laag. Ik ben zo bij je terug als we het resultaat gaan zien. Dan zijn we bij de laser. Nu gaan we de mal maken. Maar ik heb hier een reststuk hout. En je ziet dat daar een beetje een raar gat bovenin zit. Het eerste wat ik dus moet gaan doen, ik heb een extra laag toegevoegd aan de mal. En die laag gaat uit de plaat de juiste maat uitzagen, uit laseren natuurlijk, uit snijden, die de plaat gaat hebben die ik vast ga schroeven op mijn werkbed. Dus ik heb een extra laag gemaakt, andere lagen worden uitgezet, alleen die laag aan. We gaan beginnen. Zo, even terug in Lightburn. Voor de zekerheid gaan we namelijk het gehele object alles bij elkaar selecteren. En we gaan dat groeperen. Zodat als we straks dit object willen bewegen, alles tegelijk bewogen wordt. Ik wijs ook gelijk nog even op de mogelijkheid dat als je op bestand drukt en notities tonen, dat je dan notities kunt maken die in dat bestand worden opgeslagen. In dit geval zet ik daar bijvoorbeeld alvast in. Let op. Mal vastzetten. Met 3 mm schroeven. Maar hier zou bijvoorbeeld ook in kunnen komen te staan zometeen de positie van de links onderste hoek van de laser. Maar dat gaan we zometeen zien. Maar dat doe ik dus alvast weer even opslaan. En hier kunnen we dan weer mee verder zometeen. Nu de plaat klaar is, kunnen we in de hoeken wat gaatjes gaan boren. Ik ga gaatjes boren van 2,5 mm, want ik heb 3,5 mm eigenlijk boutjes. Zodat je het er ook weer heel gemakkelijk uit kunt halen. Nou, die gaatjes die ga ik er nu even in boren. De gaatjes zitten erin. Nu gaan we die gaatjes ook boren op de werkbladplaat die eronder zit. Dus ik moet goed de plaat vasthouden, dus ik kan het je niet laten zien. En vervolgens boor ik de gaatjes door naar beneden het werkblad in. Ook zo'n moment dat dat werkblad daaronder met dat raster van pas komt. Ik heb hem namelijk strak tegen de lijn aan de linkerkant aangelezerd. De plaatsing zometeen van onze mal, van ons Lightburn object, ja, dat moet natuurlijk zuiver plaatsvinden. Maar wat ik nu ga doen, ik ga 3 van deze gaatjes voorzien van de schroeven, eentje niet. En dan ga ik er een ijzeren plaat onder schuiven, zodat ik in staat ben zometeen om de vormen uit te gaan laseren. Op 3 plekken vastgeschroefd, ijzeren plaat eronder, nu focussen en dan gaan we de mal werkelijk uitsnijden. En dat betekent dus de pennen uitsnijden en de sleutelhangers uitsnijden. Dat gaan we nu doen. Zo, nu komt natuurlijk het moeilijkste moment van dit hele gebeuren. Want die houten plaat, daar waar die ligt, correspondeert natuurlijk niet met de plek waarop ons te laseren object zich bevindt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in het tabblad verplaatsen, hier rechtsboven, en als die bij jou niet aanstaat, ga je naar venster en dan naar verplaatsen. Je zet dat tabblad aan, je zet het vermogen hieronder op 1% en je drukt op de fire button. En vervolgens beweeg je dan met de pijltjes hier je laserkop, dus dat lampje, naar de extreem linksonderste positie op dat stukje hout.
Hierbovenin, je kunt dat hier niet zien, want dit is mijn andere laptop, maar hierbovenin staat dan de positie. En die positie die heb ik hieronder even voor je ingevuld. Dat is 54 op de x-as en 118,5 op de y-as. Vervolgens ga ik naar beheren. Ik doe nieuwe toevoegen. Waarschijnlijk staat hij er al en zo niet ga je hem hier invullen. X54, Y118,5 en je slaat dat op. En dan kun je later altijd hier met dat drop-down menu aansturen de plek waar die linksonderste positie van die mal is. Om nu helemaal zeker te gaan ga ik naar mijn notities, dat is dus bestand. En dan notities tonen, hebben we straks ook al gedaan. En daar voer ik ook die waardes even in, zodat ik ze niet alleen opgeslagen heb, maar ze ook op papier heb staan. Linksonder is X54,0 en Y118,5. Tot slot, om het helemaal zeker te maken, ik had al gezegd we gaan het groeperen, dat doen we met die groepeerknoppen. Maar als je nu rechts klikt op de afbeelding, dus op datgene wat je wilt lezen, dan staat daar nu geselecteerde vormen ontgrendelen. Dat komt omdat ik ze vergrendeld heb. Dus normaal staat hier geselecteerde vormen vergrendelen. En door dat te doen, kan ik het object nu niet meer van links naar rechts of van welke kant dan ook op bewegen. Dat gaat niet meer. En dat is precies wat ik wil, want ik wil 100% zeker zijn dat de positie die ik zojuist heb opgeslagen, 54.00 en 118.5, ook de positie is waar die straks op gaat laseren, want dat is de plek waar ik de plaat heb vastgeschroefd. Nou, dit stukje is dus heel erg belangrijk en is even lastig om uit te richten. Als je hem nou, zeg maar, wilt gaan uitrichten, dan zul je zien dat er een soort schietschijfje ontstaat hier. Als ik zeg maar hier die coördinaten invul, die 54, 118, 5. En dan kan ik zeg maar mijn object, als ik alles gegroepeerd heb, verschuiven naar precies dat linksonderste hoekje. Zodat dit linksonderste hoekje hier, dit hoekje zie je niet hoor, maar dat die precies over dat schietschijfje zit. En dan zit die ook precies op die positie. Nou, niet vergeten dit te doen, want anders heb je straks, als je ermee gaat werken op een evenement, nog steeds last mee. De plaat is van de laser afgehaald, losgeschroefd. Je ziet drie van de schroeven zitten, de vierde ga ik zo meteen aanbrengen. Ik heb deze zwarte vlakken eerst schoongemaakt. Gewoon met een borstel, flink schoongemaakt. En je kan het misschien niet zien, maar je kan het voelen. Er zit echt een stuk van het hout is daar weggelezerd en vormt derhalve de mal. Nou zou het natuurlijk erg lelijk zijn als je hier die brandvlekken en je zou dat gewoon zo laten. Dus ik heb het met blanke lak bespoten. Weliswaar is het omveld, want dat is door het verwijderen van die roet, is wat zwart geworden zoals je ziet. Maar het maakt niet uit. Het gaat om die mal. Nu is de zaak van gaan ze passen. En we beginnen dus met zilveren plaatje. Dit is er eentje, die kan ik niet lezen, want die heeft geen kleur. De andere die ik heb, die hebben kleur erop zitten. En die moet dus passen in zo'n... Nou, en je ziet, dat past perfect. Kan nauwelijks omhoog of omlaag. Waardoor, zeg maar, de afbeelding altijd op de juiste plek terechtkomt. Dan krijgen we de ronde sleutelhangers. En eigenlijk hetzelfde laken een pak. Die zitten prima in hun houder, alsof het ervoor gemaakt is. Nou, dat is het natuurlijk ook. En tot slot natuurlijk de pennen. En zie daar, ook daarvoor keurige mal, zodat ook die pennen goed passen. Daarmee is de mal gemaakt. Wordt het zaak om hem dus vast te zetten, nog een keer, in de laser. En bijvoorbeeld even te gaan testen met een pen. En dat gaan we nu doen. De plaat ligt erin geschroefd. Ik moet hem zo meteen nog even focussen, dat is heel belangrijk. Ik ga focussen op de pen die licht achterin ligt, dat is laag nummertje 02, zoals je kan zien. Vervolgens heb ik in de software in Lightburn alle lagen uitgezet behalve de laag 02, want dat is dus de laag die we gaan laseren. Zelfs de toolpad is uitgezet, want die is niet nodig. Als het goed is moet die op exact de goede plek gaan laseren. Dus wat ik ga doen, ik ga focussen, ik ga een tekst in de mal invullen in afbeelding 02 en die ga ik laseren. Ik er overigens wel even aan tot als je de teksten wilt gaan veranderen, dat je dan eerst de vergrendeling eraf zult moeten halen. En dat doe je dus door alles te selecteren, rechts te klikken op je afbeelding en dan te kiezen voor geselecteerde systeemvormen ontgrendelen. In dit geval is die
staat hij op vergrendelen omdat hij ontgrendeld is. Want op het moment dat ik hem vergrendel, kan ik geen aanpassingen doen aan tekst en dergelijke. Dus daar moet je eventjes nog aan denken. Tja, en we zien het. Het is gelukt zonder dat ik heb moeten kaderen, zeg maar. Want dat is eigenlijk nu al vooraf gedaan bij het maken van die mal. En als die mal maar steeds op dezelfde plek zit, maar daar zorgen die boutjes voor aan de linker en de rechterkant, dan is het gewoon een geslaagd project, hoe je het ook wendt of keert. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame video vond. Het is best wel even denkwerk om dit goed te doen, laat me dat voorop stellen. Ik wens u nogmaals hele fijne feestdagen toe, hele goede jaarwisseling. En ik wil alle mensen die mij in 2022 en daarvoor zijn gaan volgen op mijn YouTube-kanaal enorm bedanken voor hun steun en voor hun vertrouwen in mij. En ik hoop dat we die community verder kunnen uitbreiden volgend jaar. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag.